Doortje? Hé, hey, ik heb fantastisch nieuws, hè. Ik ook. Heb je de krant gezien? Ja, hier. Dat is ongelooflijk, hè. Allee, zo'n buitenkans. En dat komt zo goed uit. Ik ging net voor tickets bellen. Oh, ja. Maar jij bent een schat. Allee. Ja, belt jij of bel ik? Ja, belt jij maar. Hé, hey, ja, ik kan mijn ogen niet geloven. Allee, €750 voor zo'n ticket, dat is praktisch voor niks, hè. €750 voor een ticket voor Batibouw? Batibouw? Zotteke. De finale van de Champions League, ja. Real Madrid tegen AC Milan in het Nou Camp Stadion in Barcelona. Wat? Ah, oh, nee, Paul. Dat gaat niet door. En waarom niet? Waar gaat jij dat geld vandaan halen? Hallo. Een spaarboek. Oh, nee, dat is voor ons huis bestemd, hè. Och, ons huis, zot. Je bent precies een wandelende baksteen, jij. Je zou beter wel leren genieten van de mooie dingen in het leven. Zoals een voetbalmatch in Barcelona. Ja, bijvoorbeeld. Paul de Tremmery, de laatste keer. Hier wordt geen ticket gekocht voor die match, oké? Ja, oké. En riskeer het niet om achter mijn rug aan ons spaarcenten te zitten. Oh, wat denk jij wel van mij? Soms zou je dat liever niet weten. Sportzak. Ah ja. En Xavier en Mark. Blijf eens even hier, alsjeblieft. Oei. Hoe? Ja. We hebben toch weer geen straftraining aan ons been? Nee. Oh, maar ja, voor dat één pintje dat ik gedronken heb op het veld. Ja, maar, Paul, ik zal volgende keer echt mijn veters goed dichtknoppen, hè. Ja, maar nee, daar wil ik het nu niet over hebben. Ik kan goedkoop aan een ticket geraken voor Real Madrid tegen AC Milan. Oei. Ja. Ik heb niet genoeg geld. Ah, zo goedkoop is dat ticket dat toch ook weer niet? Het is Doortje, hè. Ze wil niet dat ik nog geld uitgeef aan de voetbal. Nee, madame. Moet sparen, hè, voor haar droomhuis. Ja, wat hebben wij daarmee te maken? Ja, ik hoopte dat mijn beste vrienden mij wat geld zouden kunnen lenen, hè. Oh. Ja, dan moeten we dat aan uw beste vrienden vragen, hè, Paul. Ja. Hey, kom. Ja, maar hey, jij bent toch mijn beste vrienden? Oh. Ah, dus je wilt dat wij uw geld lenen? Ik betaal alles terug, hè? Tot de laatste cent. Ja, okay. Beloofd. Ja, oh nee. Okay. Ik zal dan vandaag een paar dagschotels minder drinken. Ja. Oké? Okay? Ja, eet vol. Ja. Wat? Ah, nee, nee. Hè? Dat is om te lachen, hè? Ja, plezant, hè? Mannen, Tom, serieus? Ah. Ja, ja, dat ticket dat kost wel €750, hè? 750? Wat blief? Goedkoop. Amai. Jongens, dat is peanuts voor zo'n topmatch. Geef mij dan nog elk €370 en dan zijn we, hè. Zoveel peanuts kan ik niet missen. Ik word al genoeg gepluimd door Carmen. Ja, precies, hè. Ja. Vriend. Ja, wat de... En jij hier, Mark. Kunt jij me dan niet wat meer lenen? Nee, Paul, wij Bieke en ik, we hebben dat geld ook nodig, hè. Ja. Met die baby die opkomst is. Zeker. Hé, hey, Paul. Je kunt die wedstrijd toch op tv volgen? Wow, dat is toch niet hetzelfde, zeg. Nee. Allee, dan mis je toch de sfeer en ja. De verbondenheid en de adrenaline in de stadion. Oh, doe alles. Ja. Vraag dan aan de voorzitter of hem u dat geld kan voortschieten. Nou, die zal zich haasten. Die steekt zijn geld alleen maar in sexy stoeipoezen. Ah, ja, wel. Je kunt de minirokske lenen van Carmen. Ja, en een BH van Bieke. Dag, Paulet. Paulet. Zal het gaan, ja? Maurice, moet dat nu? Ik hoor horen dom van dat getokkel. Ik zeg altijd, als mijn getokkel je op de zenuwen werkt, dan zijt je een zenuwtrails. Ja. Vrienden, mag ik even uw aandacht? Mannen. Vrienden. Vrouwen. Bon. Ik heb twee belangrijke mededelingen te doen. Ten eerste... Waar is het? Kostermans, ik ben hier wel bezig, hè. Waar is het? Ja, waar is wat? Wat zijt je kwijt? Zijn verstand. Ja. Zo klein open, dat ziet je niet liggen, hè. Mijn beeld.
met een David van Michelangelo. Ja, hela. Een echte kopie, hè. Ja, dat stond voor mijn deur, hem kwam op de lok en nu is het weg. Ah, maar het was vandaag wel groot thuisvuil. Ja, dat heb je gepikt, hè. Maar allee, Fernand, wij hebben er niks mee te maken. Oh, dat zal wel. Maar enfin, goed, allez, geef me 1000 euro schadevergoeding zwijgen. Forget it, Kostermans. In vervolg, hè, hangen we met David van Michel en zo aan de ketting. Kun je het niet betalen? Goed. En zijn nog niet van mij af, hè. In lang nog niet. Bon, zoals ik reeds zei, dus heb ik 2 belangrijke mededelingen te doen. Maurice Saboteur. Maurice, je bent heel lief en heel braaf, maar ga alsjeblieft naar de lift. Eindelijk. Bon. Mag ik mijn flesjes meenemen? Maurice! Ja, sorry, mannetjes, maar sinds mama er niet meer is, weet hij met zijn vrije tijd geen blijven en begint hij iedereen op de zenuwen te werken. Ja. Dat is al heel de morgen zo, hè. Ja. Dat is heel de dag. Ja, ja, ja. Maar mag ik nu, ja? Bon. Ja, er zijn wat dringende werken die moeten uitgevoerd worden op ons plein. Hè? De kalklijnen moeten weer getrokken worden. De palen van de goals moeten het wit geverfd worden. Ja, ja, en mijn kleedkamer mag eens gepoetst worden. Ja, ja. Heel mijn café ligt altijd onder de modder. Ah, voilà. Het is al zover ziek voor me. Wie zijn het toerist? De mijne niet. Ik heb het 3 jaar geleden gedaan. Een deurtrol werkt niet. Nee, nee. Want dat is juist hetzelfde als de truitjes moeten gewassen worden. Ja, ja. En het is Carmijn haar beurt, dan kan ze niet. Hela, op uw gemak, hè. Ik kan daar toch ook niet aan doen dat mijn wasmachine op de 5 minuten kapot is. Ja. Nee, maar het is wel heel raar dat het altijd juist kapot is als dat nu is, hè, Carmijn. Ja. Oh, maar ja, kom met dan een nieuwe stuk, godverdekken. Geen beurtrol. Maar wat proposeert je dan? Jij zegt dat in de club altijd wel iets te doen is. Ja. Stel een materiaalmeester aan en die is verantwoordelijk voor alles. En je geeft een kleine vergoeding, hè, als motivatie. Magnifiek. Dat is ook wel bijgedacht, hè. Nou ja, maar nee. Bon, wie is kandidaat? Ik wil mij wel opofferen. Oh, dat zie je ervan hier. Daar zit er nog meer op café. Niks daarvan. Meneer Bomma, ik wil dat wel. Hé, vertoren. Ja. Weet je wel waar hij begint? Ja. Wow. Als die een terrein niet bespeelbaar is, het is uw fout. Dan zijn jij responsabel, hè? Ja, maar dat zal niet gebeuren. Nee? Nee. Nee. Goed. Je krijgt 1 kans, d'accord? Oké, dank u. Ja, dank u. Bon, ten tweede, de clubkast. Ja. Daar zit toch niks in? Nu wel. €800. De opbrengst van ons toernooi van vorige week. Dus we kunnen wel spreken over een succes. Niet tegenstaande dat we weer verloren hebben, die waar. Oh, Abel, dan kan de club voor mij een wasmachine kopen. No. Ja. Weet je nog zoiets? Ja, nog veel. Jij zet dat geld op de rekening. Er zijn er toch geen dringende uitgaven aan te komen? Nee. Oh. Rustig blijven iedereen, niks aan de hand. Maurice, wat was dat? Ik was de microgolf uit elkaar aan het halen en hij is een beetje ontploft. Een microgolf kan toch niet ontploffen? Nee, maar deze wel. Allee, kom aan, Paul, jongen, dat is een geschenk uit de hemel, hè. Ik doe het, jongens. Ik doe het. 3. Ja, een goeie dag. Kan ik bij u terecht voor zo'n ticket? Ik... Broodtoast vergeten. Ah, ja. Met wie belt je? Met de sprekende klok. Ja, mijn horloge die loopt weer achter. En dan, dan kijkt je toch op teletext? Ja, want dat ben ik nu vergeten. Ah, ja. Zeg,
Ik ben ermee weg, hè? Ja. Ah ja, ik ga straks bellen voor die tickets, hè? Dus toch? Voor Batibouw. Ah ja, ja, ja. Zeg, haast u nu maar, hè? Anders krijg je weer onder uw voeten van meneer Bomen dat je te laat bent. Hè? Zeg, je hebt dat geld van de kampioenen toch op die rekening gezet, hè? Ja, ja, ja. Ah. Natuurlijk, zeg jij. Wat denk jij wel van mij? Ja. Kunt u vertrouwen, hoor. Ja, dat weet ik. Huh? En dat weten de kampioenen ook. Allee, tot straks, hè. Ja, dag. Dag, Dortje. Ja, Doortje, die heeft wel gelijk, hè. De kampioenen die vertrouwen mij en ik wil hun geld pikken. Oh, de tremmer, jongen, jij bent echt een monster, hè. Maar ja, aan de andere kant, als ze mij vertrouwen, dan gaan ze die rekening niet nakijken. En als ik elke maand 80 euro stort, dan hebben ze... Na 10 maanden hebben ze hun geld al terug. Barcelona, here I come. Ah, meneer Fernand, gaat u een film maken? Ja, een oorlogsfilm. Als de kampioenen mijn antiek gaan blijven pikken... Maar nee, wij hebben dat niet gedaan. Ik geloof het niet. En die camera's hier, die gaan het bewijzen. Die gaan alles opnemen wat er achter mijn rug gebeurt. Ah, allee. En jij, wat gaat jij doen? Ah, ja, meneer Boma die heeft mij dus aangesteld als de nieuwe materiaalmeester van de kampioenen. Jij? Ja. Ja, het gaat dus van mij afhangen of er zondag wel of niet gespeeld kan worden. Oh, hé, dat is interessant. Mark, wacht eens. Wat is uw eerste opdracht? Ah, de lijnen opnieuw kalken. Ik ga er direct aan beginnen. Nee, maar wacht eens. Jij weet toch dat de lijnen op de nieuwe voetbalvelden dat die helemaal anders liggen, hè? Anders? Dus? Dat hebben ze vandaag in het nieuws gezegd. Ja. Oh, ik heb... voilà, hier, kijk ze, voilà. Zo, zeg. Zo moeten de voetbalvelden er in de toekomst uitzien. Ah, allee. Zoals een tennisveld. Vanaf 1 april moeten alle balsporten op een tennisveld gespeeld worden. Ja, dus basket, volleybal, handbal, waterpolo. Ijshockey, ja. Ja, dus de bonden, de sportbonden streven nu naar een uniformiteit op alle gebieden. Vandaag in het nieuws gezegd, hè. Dat was ook logisch, hè. Als je nu zegt, ik heb geen goesting om te shotten. Ja, dan kun je tennissen, hè, of basketten, of volleybal spelen. Ah ja, tof. Alleen, ik zie niet goed dat je op het tennisveld kunt voetballen. Nee? Allee, Mark. Allee. Nee. Die golen zitten hier en hier, hè. Ja. Oké? Ja. Dus, dat is de baklijn, ja? Hè? Ja. En een corner kun je shotten hier van op de hoek, hè. Voilà, zie je? En hier, waar die twee lijnen samenkomen, dat is penaltypunt, hè. Allee. Maar dat ze daar nog nooit eerder zijn opgekomen. Ja, Mark. Maar je weet, sportmannen, niet veel hierboven, hè. Maar hierboven. Mag ik dat... Zo, ja? Natuurlijk. Dank u wel, meneer Fernand. Bal. Maurice. Goeiedag iedereen. Ah, bon. Hey. Pascal, voor mij een limonade alstublieft. Xavier. Ja, voor mij nog nee, een... Dat... Kom eens hier. Huh? Hier, breng die limonade maar naar Paul. Dan werkt je tenminste niet op mijn zenuwen. Paul, als het weer over die lening gaat... Nee, je gaat het niet geloven, hè. Paul, hier. Uw limonade. Ja, dankjewel, hè. Zeg, heb je gisteren die documentaire gezien over het paringsritueel van de slak? Heel interessant. Wist je dat slakken tweeslachtig zijn? Ja, want ik ben leraar biologie, hè. En weet je ook hoe slakken paren? Ja, maar dat weet ik. Ja, jij weet dat, maar Xavier weet dat niet, hè. Ja, maar... De geslachtsorganen van de slak die zitten voor in het lichaam met de opening aan de rechterkant. Allee. Daarom zitten de slakken tijdens de paring altijd kop. Aankoop. Ja. Zijn jullie bijna klaar of gaat ons ook nog het seksleven van de paling uit de doeken doen? Als dat u interesseert.
De voortplanting van de paling. Maurice, nee! Zeg, ja, gaat iemand anders amateuren, hè? Maar ik moet nu met Xavier spreken, ja? Onder vier ogen. Pascalke, weet jij hoe palingen paren? Maurice, af. Xavier, ik heb geld kunnen lenen van een collega. Hé, hey, dan kun je toch naar Spanje. Ja, ja. En Doortje weet nog altijd van niks. En dat moet zo blijven ook, hè? Uh-huh. Maar het probleem is nu... Ik vertrek woensdagmorgen met het vliegtuig, maar ik kom pas donderdagnamiddag terug. Hoe gaat je dat aan Doortje uitleggen? Nou ja, ik ga haar doen geloven dat ik moet invallen voor een collega die zou deelnemen aan een uitwisselingsproject. Ja, succes als je haar dat gaat vertellen. Ja, ik? Ja. Nee. Hé, hey, jij gaat haar dat vertellen, hè. Ik? Ja, jij. Maar eens, ja. Ja? Jij? Hé, hey, jawel. Je belt naar mij thuis en je geeft u uit voor mijn directeur en klaar is Kees. Ja, jij hebt gemakkelijk spreken, maar... jij. Zeg, wat als dat uitkomt? Nee. Dan heb ik Ambras met Doortje en met Carmen. Nee, kan niet uitkomen! Ja, dingen niet. Het kan niet uitkomen als jij doet wat ik zeg. Paul, luister. Even goeie vrienden, maar ik doe het niet. Ik betaal je een dagschuld. Nee, Paul. Je moet niet aandringen. Twee dan? Drie? Drie nu te betalen en een bak wanneer ik het tegen Doortje zeg. Verkocht. Pascalke, drie dagschotels. Paul trakteert. Ja. Vertongen, uw lijnen zijn goed, hè? Zo recht en parallel. Met zien, meneer Boma. Wat zit jij hier aan toe? Ah, ons veld is nu aangepast aan de nieuwste richtlijnen van de sportbond. Goed, hè? Vertongen, dat is hier precies een tennisveld, hè? Ah ja, natuurlijk. Vanaf nu worden alle sporten op zo'n veld gespeeld. Ja, alleen die golen die moet ik natuurlijk nog wat dichter krijgen, maar dat kan ik niet alleen, hè. Wie heeft u dat allemaal wijs gemaakt? Ja, een echte expert, meneer Fernand. En het grote voordeel is, als je geen goesting hebt om voetbal te spelen, dan kun je nog altijd een matchje tennis spelen. Hier. Slaat jij op? Met veel plezier. Kikken! Man. Dat gaat nooit lukken. Jawel. Allee, kom aan. Zeg, hé, en denk aan uw bak bier, hè. Ja. Hier. Met Doortje van Hoek. Dag, mevrouw van Hoek. Ah, Xavier. Zie je wel, ze heeft mijn stem al herkend. Niet panikeren, hè. Zeg gewoon dat ze zich vergist. Hè. Maar je moet je stem weer vervormen. Mevrouw van Hoek, u vergist zich. Ik ben... Zeg, Xavier, je moet je stem zo niet vervormen. Hè. Ik heb u wel herkend, hoor. Mevrouw van Hoek, ik... Zeg, Xavier, ik heb nu echt geen tijd voor uw grappen. Als jij Paul wilt bereiken, bel dan op zijn gsm, hè. Dag. Dat is mislukt. Ja, sorry. Ja, hoe is dat nu mogelijk? Kun je nu nooit iets goed doen? Los in het vervolg uw vuilzaakjes zelf op. Camera 1, uit. Camera 2, uit. Camera 3, uit. Monitor, uit. Shh.
Is dat iemand? Oh, nee, hè. Die katten gaan hier toch weer niet heel de nacht liggen janken, hè. Wil jij die netten? Maurice, ga daar eens zitten. Hè? Hier, en maak die puzzel. Dan ben ik tenminste een paar dagen gerust. Breugel, 1500 stuks. Die netten. Los netten zijn gestolen. Wie zou dat gedaan hebben? Fernand zeker, hè? Uit wraak voor dat gestolen beeld. Allee, zeg, te veel is trouw. En trouw is te veel, hè. Kom, bel de politie. Ja, maar hoe gaat je bewijzen dat hij het gedaan heeft? Ja, de politie moet maar zijn kot ondersteboven keren bij gedacht. Oh, Fernand heeft die netten niet onder zijn bed gelegd, hè. Hij heeft die al lang doen verdwijnen. Allee. Arbiter is in staat om het veld af te keuren, hè. En wie is het? Die van Hekke? Die van Hekke? Dat beken precies. Dan moeten wij nieuwe netten gaan kopen, hè. Nu hoor ik u spreken, ze. Je lijkt een echte voorzitter, hè. Nu weten we waar het geld zit, hè, mannen. De clubkast betaalt dat. De clubkast? Er zit nu toch geld genoeg in. Ja, maar het is misschien toch beter dat jij die net betaalt, hè? Hoe? Waarom? Ja, het geld staat nu nog maar pas op de rekening. Dan gaan wij wel interest verliezen, hè? Ja. Interest? Die paar procentjes moet je niet doen, dat bepaalt zegt. En als die netten teruggevonden worden voordat de markt begint, dan hebben wij ons geld wel voor niks uitgegeven, hè? Ja, maar dan zet je dat op eBay en je verkoopt ze op internet. Bieke, hou die er nu eens buiten. Ja. Bieke, hou je er buiten. Ja, allee, dit is een zaak voor het clubbestuur. Ja, en als penningmeester wil ik het geld beheren als een goede huisvader, hè? Binnige huisvader, Bekker. Dag. En als we die arbiter nu eens omkopen? Oh. Een paar pintjes en dat is toch zo gepiept? Ja, je kent die van Hekken toch? Die is niet om te kopen. Die is niet om te kopen. En ik wil geen 5 bros aan mijn gat, hè? Vorige week was het 12 bros. Allee, we doen er nog profijt mee, ja? Voelt jij je wel goed? Ja. De kas had betaald en daarmee uit, hè, zeg. Maar Paul, als jij niet direct dat geld gaat aanhalen, dan doe ik het. Nee, ik ben al weg, hè. De clubkast al. En wel, en uw puzzel? Klaar. Doortje, ik moet volgende week naar Frankrijk. Dat is veel te direct. Ik moet... Wacht, ik... Doortje, ik moet u iets zeggen. Je gaat het niet graag horen, maar ik kan er echt niet aan doen. En beloof me dat je niet kwaad zult zijn. Ik beloof het. Oké, dan. Oh, je zei het hier al. En wat heb je mij te zeggen? Wel, Doortje, ja, je gaat het niet graag horen. Maar ik kan er echt niet aan doen. Ja, slaat dan maar over, want dat weet ik al. Ah ja? Wel ja. Ja, Doortje, ik moet volgende week naar Frankrijk, zeg. Naar Frankrijk? Ja, de school die werkt mee aan een uitwisselingsproject. En nu moet ik een collega vervangen. Ja, die stomme uitwisselingsprojecten altijd. En ik was zo graag met u naar dingen, naar huizen gaan kijken en naar batibouw. Dat zie je toch, hè? Goh, waarom? Allee toch? Ja, dat is jammer, hè, maar ja, het werk gaat voor, zeker? Doortje, oh, ik ben zo blij dat jij dat zo opneemt. Jij bent de liefste vrouw van de hele wereld. Jij, hè? En die maskers die moeten mee naar Frankrijk, of wat? Nee, ik ga die verkopen. Verkopen, waarom?
spaarcentjes, hè? Ja, hey, Afrikaanse kunst is veel waard de dag van vandaag, hè? En jij vond die ook altijd heel lelijk, hè? Nee, die hangen hier al zo lang. Ik was er eigenlijk al aan gewend. Nee, voor mij moet je die echt niet wegdoen, hoor. Toch wel, toch wel. Nee, dat is gewoon uw verleden, Paul. Nee, laat ze hangen, want jij gaat er nog spijt van krijgen. Maar nee, Doortje. Allee, kom. Hé, hey, voor ons droomhuis, hè? Nee, ik wil het niet. Jij gaat er mij later nog dankbaar voor zijn. Ja. Voilà. Zo, lekker. Precies van een goede bakker. Mm. Ja, ik heb dat zelf gemaakt, hè. Allee. Ja. Die schilder kent er maar van. Kijk eens naar die ogen. De tristesse die ze uitstralen. Weet jij wie dat kind is, Carmen? Nee, Maurice. Zeg, je gaat je toch niet altijd meebrengen, zeker, hè? Hij wou per se meekomen. Hij had niets beters te doen. Mm-hmm. Dat kan de dochter van de schilder zijn. Ja. Of een nichtje, of zomaar iemand. We weten het niet. Het enige wat we zeker weten, is dat dat kind heel veel verdriet heeft. Mm-hmm. Maar waarom? Waarom heeft dat kind verdriet? Maurice, kom. Kom die taartje opeten. Allee, kom. Ja, ga hier zitten. En zij is heel stil nu. En voilà. Mijn mannen is het altijd iets, hè. Ja. Mijn Paul die doet ook vreemd. Mm. Ah, Paul vreemd? En met wie? Doet vreemd. Mm. Daarjuist wilde hem al zijn Afrikaanse maskers gaan verkopen. Het kan ook zijn dat de schilder zijn gevoelens in dat doek verwerkt heeft. Verdikkeld. Maurice! Wel, Paul deed in café ook al zo raar. Hij zat heel de tijd te konkonfoezen met Xavier. Oh, ja. En weet je ook waarover het ging? Nee. Dat gaan we direct te weten komen. Xavier! Kom eens hier! Ja. Kom. Ja? Ja. Xavier, weet jij waarom dat kind op dat schilderij weent? Maurice! Wat heb jij gisteren allemaal zitten konkorfoezen met Paul in het café? Oh, zoeken, dat was absoluut niet belangrijk. Gericht! Ik zie het in uw ogen. Spreek de waarheid! Paul heeft een ticket gekocht, Real Madrid AC Milan. Voilà! Oh, de bedreiger! Ja, ja. En mij maar doen geloven dat hem naar een uitwisselingsproject moet. Oh, oh. Maar waar heeft hem dan dat geld vandaan gehaald? Van onze rekening was er niks af, hè? Zeg, wacht eens even. Nee, dat kan niet, nee. Maar je weet toch dat Paul zo lastig deed met dat geld van de clubkas? Zou hem daarmee zijn Maar wacht totdat hij thuis komt, hè. Ja, ja. Doortje, hier. Dat kan nog van pas komen. Nee. Ja. Zeg, ik wou toch alleen maar helpen, hè? Ja. En het is niet gesigneerd. Oh. Stop! Fernand, laat mij door. Niet voordat ik zeker weet dat jij geen antiek onder uw kleer hebt verstopt, hè? Wat? Jij denkt toch niet dat ik... Jij bent verdacht tot uw onschuld bewezen is. Kom, dat ik u fouilleer. Hela! Blijf met uw vieze pollen van mijn lijf. Oké. Al dan zelf wat je gestolen hebt van onder uw kleren, hè? Fernand, dat is mijn buik. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ik ben wel al 5 maanden zwanger, hè. Oké. Maar ik kom het toch allemaal te weten, hè. Want dat hangt hier vol camera's, binnen, buiten. En die registreren elke verdachte beweging. Van u, van Mark, van de kampioenen. Dus begint zal maar te knijpen. Zeg, en sinds wanneer hangen die camera's hier? Sinds gisteren, waarom? Gewoon, uit interesse. Fernand. Hoeveel maanden ben jij eigenlijk zwanger? Eén, twee, drie. Heel de duivels gaan naar Spanje. En die pesetas heeft dat mee. La 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 la. Zeg jij dat? Nee. Het is een kop aan, monsieur. Jij lijkt heel erg op mijn beste vriend Paul, monsieur.
Om die tempo sta ik hier volgend jaar nog. Kierigaard. Pardon. Heb je soms een aalmoes voor een vader van 7 weeskinderen? Tuurlijk, oh, arme toch, jongen. Oh, toch. Voilà, jongen. Ja, ja. Mijn weeskinderen hebben wel al een week niks gegeven. Je zou ze moeten zien. Dus schapenkens. Wel overbeen. Ja. Oh. Onze Louis, die heeft een lief stupid nodig. Ik kan het toch niet betalen. Bam, bam, bam. Ik zal het mijn geven. Ja, ziet het. Als jij nu nog 50 euro hebt, dan kan ik voor een slotte naar een verjaardag een rolschaats kopen. Ja. Ze heeft maar één been. Mezen. Wat heb ik hier toch misdaan? Maar ik heb alleen nog een briefje van 100 euro. Dat is gepast. God zal het niet lonen. Ja, daar, de bandiet. Ziet je dat hij erachter zit? Ja, dat zei je steeds. Wat doet jij hier? Buiten, hè? Oh, kalm, Fernand. We hebben goed nieuws voor u. Huh? En David is teruggevonden. Serieus? Allee, waar? Ja, dus niet bij ons, hè? Bij boer Bruno. Hij gebruikt hem in zijn boomgat als vogelschrik. Ah, allee, merci. Bedankt voor die informatie, hè. Bon, dan wens ik je nog een prettige dag, hè. Ja, maar de film is nog niet gedaan. Film? Welke film? De gangsterfilm, mijn gedacht. Met een hele goede hoofdacteur. Een echte dief. Ja, en trouwens, die lijkt echt heel goed op u. Kom maar eens kijken. Kom. Dat kan niet. Hela, dat vind ik niet. Ah nee, want ik had de camera's uitgezet. Ah, en ik had ze terug aangezet. Je weet maar nooit, met al die dieven in de buurt. Ja, goed, hè? Maar, ik denk dat wij van u nieuw netten krijgen. Dat zie je van hier. Ik denk dat de politie ook graag zo'n film ziet. Ja, maar dan steken ze mij misschien in de gevangenis, hè? Oh wel? Gratis kost en inwon. Ja, maar... Gratis nieuwe pyjama met strepen. Kostermans, ik denk dat jij weet wat u te doen staat. Man. Hey, onze eigen nette, repayé par le criminel. Maurice, geef dat terug aan Mark. Ik ben al aan level 32. Hier, zie de zin. Ze betalen toch echt niet goed in het onderwijs. Weet je waar ik meneer ben kunnen gaan ophalen? In het politiebureau. Oh. Ja, arme oude madammetjes geld aftroggelen op straat. Ja. Oh. Ziet je dat ik u herkent had? Aan uw neus, hè? Papel, dat is niet van uw schoonste kameraad. Voorzitter, ik wilde het clubgeld niet stelen. Nee, het is per ongeluk aan zijn handen blijven plakken. No, ik ging het echt allemaal terugbetalen. Ja. Ja, als Doortje, hè, als die niet zo moeilijk had gedaan over dat ticket, want dan was het allemaal niet gebeurd. Oh, nu is het nog mijn fout ook. Oh. Luister eens goed, hè. Jij verkoopt dat voetbalticket, jij geeft dat geld hier terug en je gaat volgende week met mij mee naar Batibouw. En excuseert u maar, hè, voor uw vrienden. Ja, allee. Hey, zeg ik zo. Ja. Sorry, mannen, ik wilde het geld echt alleen maar lenen. Oké. Maar Doortje, hè, die... Oma! Ja, ja, Dora, heeft u toch dat geld ook niet verbrand, hè? Ja. En ik denk ook dat je beter een andere penningmeester zoekt. Ja, en misschien ook een andere materiaalmeester. Oh, maar... Maurice,
maar die kan dat toch allebei doen? Oh ja, ja, alstublieft. Dan heeft hem tenminste een bezigheid. Ja. Hey. Ja. Maurice. Hey. Dat gaat ze maar niet, hoor. De mannen zien dat niet zo zitten, hè, mannen? Ja. Ik weet dat zo niet. Wie is er handiger dan Maurice? Voilà. En op de gemeente doet hij toch ook de financiën, hè? Ja. Allee, wat denk je, Maurice? Ik zie dat wel zitten. Jij wel. Maar we leven nog altijd in een democratie. Dat is wel de grootste. Al wie dat tegen Maurice is, steekt zijn hand omhoog. Dat is dan overduidelijk. Ja. Maurice is onze penningmeester en onze materiaalmeester. Ja. Welkom in de ploeg, hè, Maurice. Ja. Wel, wat zegt je nu, Balthazar? Moet jij niks zeggen, Balthazar? Door deze de rel. Ah.